De Anton de Kom Universiteit van Suriname werkt ernaartoe om alle opleidingen te accrediteren. Dat zei Shanti Venetiaan, voorzitter van het ADECUS-bestuur, eerder deze week tijdens een persmoment op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De voorzitter geeft aan dat dit jaar enkele opleidingen zijn geheraccrediteerd. Op dit moment hebben we 14 geaccrediteerde bacheloropleidingen en 8 master. En we werken dus iets verder om op een gegeven moment gewoon alle opleidingen geaccrediteerd te hebben. Zeker de reguliere. In het afgelopen collegejaar zijn dus de bachelor en de master bedrijfskunde geheraccrediteerd. Hetzelfde geldt voor de bachelor en de master psychologie. En nieuwe accreditaties zijn geweest voor fysiotherapie, geschiedenis en taal en communicatie. En voor de ronde in november hebben we een nieuwe opleiding, een vernieuwde opleiding onderwijs en pedagogische wetenschappen. Wat AMO was, is omgebouwd tot deze opleiding. Een postmaster wetgeving die in opdracht van het ministerie van Justitie en Politie wordt verzorgd. Venetiaan geeft verder aan dat er meer studies worden geïntroduceerd en er nu ook wordt gewerkt aan een ADECUS Journal en een aangepast Human Resource Management beleid.